een beetje als doel rond de 15. Ja. En misschien wel meer, maar dat zou moeten halen. We hebben natuurlijk al keer 12 gehad. Het ligt een beetje aan wat de Belgen doen, want dit jaar was het natuurlijk superleuk dat we een aantal Belgen hadden die ook kwamen rijden. Maar die Deense jongens die zijn eigenlijk heel enthousiast. En zo moeten we kijken. En we zijn wat met nieuwe mensen bezig om erbij te halen. Ja. Ik ben een iets langzamere auto gewend het afgelopen seizoen, dus het was wel heel erg wennen. Gisteravond helaas niet echt kunnen wennen vanwege dat er heel veel afgelast was. Maar nu net twee proeven en ging echt heel goed. Kijken hoe dit uiteindelijk afloopt en gaat het goed. Ja, wie weet volgend jaar dan toch samen starten, maar dat moeten we gewoon allebei over praten. De tegenstand is hier ook wel goed aanwezig, dus of het nu hier is of in België, maakt niet uit voor mij, als er maar tegenstand is. Dus die had niet zo... Ja, de Cup, dat is zo mooi, want je weet gewoon dat we allemaal exact dezelfde auto's rijden. Dus dan komt het eigenlijk op de samenwerking met navigator, rijder, om uiteindelijk het verschil te maken. Dat maakt het mooi. En de rallysport, ja, het gaat gewoon op de scherpste van de snede. En dat is wel weer heel anders als, als bijvoorbeeld met een Dakar rally of zo. Maar ja, qua ambitie, qua gevoel van snelheid, dit is wel ook echt heel erg mooi. Tot nu toe een groot succes. Al met al hebben er veel auto's gereden. Dit keer zijn we niet met de volle sterkte, maar dat heeft met de Dakar te maken. Maar we zijn heel tevreden. En sinds vecht dan natuurlijk de Rally 4 erbij. En de bedoeling is dat we volgend jaar gaan uitbreiden met de Rally 4 erbij. Naast de Rally 5.
Maar hoe moeten we dat concreet zien? Want je hebt nu een leuke cup met een aantal auto's. Dan heb je een wedstrijd in een wedstrijd. Hoe gaat dat volgend jaar? Nou, we zijn met nog wat mensen bezig voor in de Rally 5 erbij. En sommigen willen al wat doorstromen naar de snellere. Dus dan ga je twee klassementen naast elkaar krijgen. En we zijn eigenlijk van plan om een rekensleutel te bedenken. Zodat je ook met de Rally 5 kampioen kan worden in het algemeen. Dus je krijgt een apart Clio kampioenschap? Ja, eigenlijk moet je zo zien, ja. Blijf je in Nederland of zijn er ook nog internationale ideeën? Daar zijn we wel over aan het denken. Dat komt mede omdat we ook drie Deense klanten hebben. Sulingen dit jaar al liep te trekken. En voor nu is de kalender voor volgend jaar nog niet bekend. Kijk, je kan natuurlijk altijd mee in Nederland rijden, ook voor het Nederlands kampioenschap. Maar het kan best zijn dat we wat in het buitenland erbij gaan doen. Goed, even terug naar dit jaar. Je begint dan dit jaar met een relatief nieuwe auto. Wat is er nou meegevallen en wat is er tegengevallen? Ja, eigenlijk is alles tot nu toe meegevallen. We hebben één uitval gehad. Dat was omdat dat hij op zijn kop in de sloot lag. En voor de rest zijn ze altijd aan de finish gekomen en heeft iedereen plezier gehad. Dus eigenlijk op dezelfde voet doorgaan volgend jaar met dan die Rally 4 erbij? Ja, met de Rally 4 erbij. Kijk, nu de twee broers Kromhoff die rijden natuurlijk al mee. Mitchell die is naar Marokko. Ja, dat gaat ietsje harder. Dat maakt het natuurlijk ook weer mooier. Maar we gaan in principe gewoon op dezelfde voet door. Even een korte voorspelling. Hoeveel van die Clio's staan er volgend jaar bij de eerste Nederlandse rally aan de start? Dat ligt eraan welke de eerste Nederlandse rally wordt. Laten we er even vanuit gaan in maart dat er een eerste Nederlandse rally is. Ja, we hebben een beetje als doel rond de 15. Ja. En misschien wel meer, maar dat zou moeten halen. We hebben natuurlijk al keer 12 gehad. Het ligt een beetje aan wat de Belgen doen, want dit jaar was het natuurlijk superleuk dat we een aantal Belgen hadden die ook kwamen rijden. Maar die Deense jongens die zijn eigenlijk heel enthousiast. En zo moeten we kijken en we zijn wat met nieuwe mensen bezig om erbij te halen. Ja. KP2 gereden, dus het is al begonnen. Alleen anders als gepland.